Vous êtes née quand, mademoiselle? Le 12 janvier, ma sœur. Le 12 janvier. Et voilà. Bienvenue à notre école. Merci, ma sœur. Beste mama en papa, mijn nieuwe school hier in Onze Lieve Vrouw Waver is geweldig. Toen ik thuis vertrok, was ik zo zenuwachtig voor alles hier, maar na een weekje is dat gevoel al helemaal verdwenen. We hebben hier alles wat we maar willen. Elke dag krijgen we vers gebakken brood met zelfgemaakte confituur. Overal zijn de muren versierd met schilderijen. Zoals die fabel van de raaf en de vos, daar kan ik uren naar kijken. En de badzaal, ongelooflijk. Marmeren baden en warm, stromend water. Alles is hier zo groot. Een half uur om van de boerderij naar de picknickhal te wandelen en terug. En in de kerk kunnen misschien wel 1000 meisjes. Die glasramen, dat licht, ik word er stil van. Beste mama en papa. Vandaag had ik weer biologie in mijn favoriete klaslokaal. Eigenlijk is het een museum. Het doet mij een beetje denken aan een oude bibliotheek in Engeland. Overal waar ik kom op school herken ik trouwens plekjes. Zoals dat weekend in Dinant of onze skivakanties in de Alpen. Eigenlijk draait alles hier om leren. Leren, leren, leren. Maar ik vind dat niet erg. Mijn grote voorbeeld is Sœur Marie-Dominique. Ik hoop dat ik kan worden zoals zij. Iedereen is trots op haar. Ze werkt bij de professoren van de universiteit in Leuven. En weet je, ik heb horen zeggen dat ook zij piano speelt. Beste mama en papa, het is lente, eindelijk. De pianolessen gaan steeds beter en beter. Het is mijn favoriete moment van de week. Telkens wanneer ik piano speel, denk ik aan jullie en hoeveel ik jullie mis. Ik kijk uit naar de dag dat ik jullie terugzie in de wintertuin. Die is zo ongelooflijk mooi. Je zal wel zien. Snel. Ik mis jullie.